Ja, Henk heeft al heel zijn leven gewindsurfd, ongeveer. Vanaf mijn 16e, heel mijn leven. en bij het ontstaan van dit idee was Henk die was geïnteresseerd in die sport en in die actie. Ik kon geen 5 minuten kijken naar actiebeelden van windsurf, want dat interesseerde me gewoon niet. Dus vanuit Henk zijn passie en zijn hobby komt het windsurf element en ik ski elk jaar. En dat vind ik, in die sport kan ik heel veel kwijt. En ja, op die manier zijn die twee sporten bij elkaar gekomen. Het was heel leuk om de film te maken. Elke keer als ik die film zie, dan denk ik eraan aan alle trips die we gemaakt hebben om die beelden te verzamelen. In het maken van de film hebben we heel veel geleerd. We liepen tegen dingen aan waar we in ons normale werk nog niet mee te maken hadden gehad. Dus het is een hele grote en mooie leerschool geweest. Ik heb ooit stage gelopen bij een windsurfbedrijf. En daar hadden we het regelmatig over dat er heel veel sportfilms zijn. Maar die zijn allemaal alleen maar op de actie geënt. En voor de rest zit er weinig verhaal of emotie achter vaak. En als het wel zo is, dan is het alleen puur in documentaire vorm. Dus toen zijn we met dat gegeven zijn we op een gegeven moment eens na gaan denken. En ja, zo is het idee voor Flippercoin ontstaan. Om eigenlijk wel realistische beelden van sporters, om die te koppelen aan een fictief verhaal. We zijn in eerste instantie uitgenodigd bij een filmfestival in Hollywood, LA All Sports Film Festival. En tot onze toch wel enigszins verrassing gingen we naar huis met 3 prijzen. De Audience Choice Award, dus publieksprijs, de award voor Best Cinematography en Best Foreign Film. Aan de hand daarvan zijn we toen weer uitgenodigd bij een festival in Moskou. Ja, daar zaten we helemaal verzorgd in een 4-sterrenhotel vlakbij het Rode Plein. En daar aan het eind van het festival kregen we een award voor Best Story, Best Verhaal. In 2013 naar een filmfestival in Palermo geweest. En daar ook nog twee prijzen gewonnen. Dus dat is heel gaaf. We deden dit als hobby, omdat we het zelf leuk vonden en zelf wilden maken. En dat je dan deze extra waardering krijgt, dat is alleen maar enorm gaaf. Ja. Ja, we zijn nu nog niet bezig met echt een concreet nieuw project. Er ligt ook nog geen concreet idee. Maar we zijn wel zeer geïnteresseerd altijd om in contact te komen met mensen die bezig zijn en interesse hebben in het maken van film. En wie weet kunnen we zo meteen weer wat nieuwe puzzelstukjes aan elkaar linken en zo op een nieuw traject, een nieuw spoor komen en gaan we weer wat gaafs maken. En daarom vind ik deze website NetSeries ook zo leuk, omdat je dan heel toegankelijk werk ziet van andere filmmakers of mensen die met film bezig zijn in Zeeland. En het is heel leuk om op die manier ook nieuwe mensen te leren kennen.